Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag van de Mystery Scarf. Deze hebben we al een tijdje geleden gemaakt. Maar we gaan nu een rand maken eromheen. En aan de lange kant heb ik gewoon 2 toeren gedaan. En aan de korte kant heb ik een hele leuke sierrand. Ik heb het draadje nog niet afgewerkt. Een sierrand gemaakt. Met dubbele samengehaakte stokjes. Maar ik wil eerst even iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar het kanaal Iedereen kan haken. Graag de duimpjes omhoog en op de foto op het einde van de video. Ja, je kan altijd abonneren natuurlijk. En ja, het is gewoon leuk als je de duimpjes omhoog doet dat ik weet of je de video leuk vond. Ik ga het je heel rustig uitleggen en ik zal vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Je hebt nodig nog een restje wol van de Mystery Scarf. Daarin staat ook welke wol en waar ik het besteld heb. En ja, dit is nog over, maar ik heb natuurlijk deze rand al gemaakt. En nu ga ik aan de andere korte kant uitleggen hoe ik deze rand gehaakt heb. Het zijn 5 toeren. De eerste toer is gewoon vaste. Dan de tweede toer is vaste, 4 losse, een vaste, 4 losse. Toer 3 is met hele leuke samengehaakte stokjes. En toer 4 is weer een rand vaste. Ja, ik heb nog eerst een rand vaste erover gedaan. En dan een rand picootjes. Ja, het is gewoon, ik vind het wel een mooie afwerking, maar dan ook alleen maar aan de uiteinde van de sjaal. Dat is het mooist. En we hebben nodig een schaartje, een stopnaaldje, haaknaald nummer 4. En dan gaan we beginnen even met de korte kanten zoeken van de sjaal. En je pakt je bolletje wol. Ik leg eventjes mijn pen en papier weg, want die heb ik niet meer nodig. Het is allemaal natuurlijk al nu uitgedacht. Dus je begint met een opzetlus. Haaknaald erdoor. En je pakt de goede kant van je sjaal. En je begint op de hoek. Nu ben ik natuurlijk al een eindje verder gegaan door eerst de rij vaste te maken en dan helemaal rondom de sjaal de vaste, 4 losse en de vaste. En als je toer 2 doet, en die ga ik dan niet meehaken, dan sla je dus 1, 2, 3 over en in de vierde zet je een vaste en je maakt 4 losse. Dus het is een vaste. Je slaat er 3 over en je haakt 4 losse en in de vierde zet je de vaste. Dus toer 1 is alleen maar vaste en toer 2 is een vaste, 4 losse en een vaste in de vierde vaste. Nou, en dan gaan we op de korte kant, gaan we nu toer 3 beginnen. Want toer 1 en 2 ga ik niet meedoen. Toer 3. Je zet eerst op de vaste, je haaknaald in, je haalt je draad op, omslaan door 2, dan zit je draad goed vast. Ik begin nu met 4 losse, 1, 2, 3, 4, en dan gaan we 2 keer omslaan en we gaan een dubbel stokje in diezelfde steek zetten. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dit is een dubbel stokje. Nu ga je 4 losse doen. 1, 2, 3, 4. En nu ga je een moesje maken van dubbele stokjes. We gaan het nog een paar keer doen hoor. In dezelfde hoek. Je steekt in, je slaat je draad om, je haalt door. Omslaan door 2, omslaan door
2 en dan laat je 2 lussen op je haaknaald en dan doe je weer 2 keer omslaan, insteken, je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, dan heb je 3 lussen op je haaknaald, dan sla je om en dan ga je door 3 lussen en dan heb je een mooi moesje. En nu gaan we in de volgende vaste, daar gaan we weer zo'n V'tje maken. Dus we slaan 2 keer om, we gaan in de vaste, we halen de draad op, 2 keer omslaan, sorry, in de vaste, we halen de draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, je hebt 2 lussen op je haaknaald, 2 keer omslaan, in diezelfde vaste haal je je draad op, je slaat om, door 2, omslaan, door 2 en dan heb je nog 3 lussen op je haaknaald, je slaat nog een keer om en je haalt ze door 3 lussen. Kijk, dan heb je hier weer zo'n mooi moesje, noemen we het, of 2 dubbele stokjes samengehaakt. Dus het is een dubbel stokje samengehaakt. Dan ga je weer 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4 lossen. Dan gaan we weer 2 keer omslaan. En in diezelfde, waar die vaste zit, daar gaan we weer een moesje maken. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Heb je 2 lussen op je haaknaald, ga je weer 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en dan heb je 3 lussen op je haaknaald en dan doe je omslaan door 3. Kijk, en dan krijg je van die mooie moesjes en ik laat even nog het voorbeeld zien. Kijk, dit is het voorbeeld. Zonder natuurlijk die vroezelrandjes. En hier zijn we het aan het leren. En nu gaan we geen 4 lossen doen, maar we gaan rechtstreeks door hier naar die vaste. Dus 2 keer omslaan, in de vaste je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan, in dezelfde steek je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. En nu gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Een dubbel samengehaakt moesje. Dus 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. We gaan het nog een paar keer doen hoor. Nu gaan we weer in de volgende vaste 2 keer omslaan. Je haalt je draad, steekt in. Je moet ook makkelijk in kunnen steken hoor. Het is niet altijd makkelijk met dit garen, maar het is te doen hoor. Omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan, in dezelfde vaste insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. Zie je? En dan gaan we nu weer 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. Ik ga nog 1 moesje meemaken en dan zie ik je op het eind terug, maar ik ga nog 1 moesje meemaken, dus 2 keer omslaan, in die vaste insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan, in dezelfde steek, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. Kijk, en zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde weer terug.
Kijk, en nu zijn we bijna op het einde van de toer van de dubbel met de dubbele stokjes, ja, de moesjes dan met 4 losse tussen. Dan gaan we weer een keer 2 keer omslaan in de vaste, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan in dezelfde, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3, 4 lossen, 1, 2, 3, 4. En even kijken. Kijk, ik ga nog even deze hier ook nog een paar moesjes opzetten. Dus ik ga nog 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan in dezelfde, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. En nu ga ik deze hoek nog meepakken en dan doe ik geen 4 lossen tussen. Ik ga meteen door naar de hoek, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan in dezelfde, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. Nu nog een keer 4 lossen, 2 keer omslaan en dan ga ik mijn laatste maken in dezelfde steek, omslaan door 2, omslaan door 2, 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 3. Kijk, en dan is dit het einde wel van de toer, zodat je een leuke afwerking heb. Wil je nu nog hier nog meer aanmaken? Dat kan. Dan gaan we nu even nog verder. Net even kijken wat we gaan doen. We gaan nu allemaal vaste, dus we gaan met 1 keer omslaan, 1 losse omhoog en dan keer je werk. Dan ga je in elke steek insteken en je draad ophalen, omslaan door 2. In elke steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Oftewel overal een vaste inzetten. Het liefste 2 lusjes pakken die je zo ziet. Omslaan, draad ophalen, omslaan door 2. Dus in elke steek 1 vaste zetten. Maar nu komen we hier bij die aansluiting op die moesjes en die slaan we over. We pakken de volgende losse weer. En als je het te lastig vindt, ja, dan sla je deze toer over, dat kan. Maar ik vind het mooier afwerken. Dus je pakt in elke losse steek, daar maak je een vaste. En dan kan je je haaknaald gebruiken om daar makkelijker in te gaan, hoor. Omslaan, doorhalen, omslaan door 2 en de moesjes die sla je over. Dan ga je weer een losse zoeken. Ja, het lijkt moeilijker dan dat het is, hoor. Het is een beetje lastig voor de camera af en toe. Omslaan, doorhalen, omslaan door 1. Dus je gaat de losse zoeken, daar ga je nog een vaste opzetten en dan sla je de steken van de moesjes, die sla je over. En op het einde zie ik je weer terug. En we zijn nu aangekomen op het einde van de vaste steken en je slaat de moesjes over, zodat je toch een mijn haaknaald gaat eruit, zodat je toch nog een mooie sierrand krijgt, maar niet dat hij gaat te veel gaat, ja, ik noem het altijd een beetje golven, en hij blijft mooi meerekken. En nu gaan we op het einde nog even kijken. Hier zijn we begonnen nog 1 vast te zetten
En we gaan het werk keren met 1 losse. Dus 1 losse en we keren het werk. En dan gaan we nu picotjes maken en we zetten in de eerste steek hier een vaste. Draad ophalen, omslaan door 1. Dan gaan we 3 losse maken. 1, 2, 3 losse. En dan gaan we weer een vaste in diezelfde steek zetten. Je draad ophalen, omslaan door 2. Kijk, en dan krijg je een picotje. En weer even mijn voorbeeldje zoeken. Dan krijg je dit randje. En dit randje wordt eigenlijk mooier gewoon doordat je al vaste als voorbereiding daarop hebt. Zie je dat je dit picotje krijgt? Alleen ja, dit is een ander kleurtje, maar dat maakt niet uit. We gaan nu weer eerst in de volgende steek. Eerst zet je een vaste. Je haalt je draad op, omslaan door 2, 3 losse en dan weer in diezelfde steek zet je weer een vaste. Kijk, heb je weer een picootje. Dan ga je naar de volgende steek. Je haalt je draad op, je zet een vaste. Dan 3 losse. 1, 2, 3. En dan weer in dezelfde steek een vaste zetten. Dan ga je naar de volgende steek. Je haalt je draad op, omslaan door 2. 3 losse, 1, 2, 3 en je steekt in en je haalt je draad op, omslaan door 2. Kijk, en dit is de vierde toer of de vijfde toer eigenlijk, want je hebt de eerste toer zijn allemaal vaste, dan die vaste met die 4 losse en een vaste, dan krijg je de toer 3 met de moesjes. Ja, die is heel leuk als je deze toer geleerd hebt. Ja, dan kan je daar heel veel kanten mee op. Dan toer 4 was alleen maar vaste. En toer 5 is nu deze moesjesrand. En dan komt het er zo uit te zien. Of deze moesjesrand, de picootjes. De toer 5 is de picootjes. Toer 3 zijn de moesjes. Toer 5 zijn de picootjes. Nu, ik haak nog heel even mee. Dus iedere keer de volgende steek een vaste inzetten. Draad ophalen, omslaan door 2. Dan 3 losse. 1, 2, 3. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En zo maak je de hele sjaal af. En dan krijg je dit als resultaat. Ik zou zeggen heel graag de duimpjes omhoog, want dan weet ik of je deze video's leuk vindt. Er komen nog veel meer nieuwe video's aan, dus ik zou zeggen hier op de foto abonneren. En dan zie ik je weer tot de volgende video. Bedankt voor het kijken.